ben hier bij LG, bij Guido Hoogvorst. Je bent een ingenieur bij LG en jij bent een tijdje bezig geweest met? De LG Optimus 7. Dat is een Windows 7 telefoon. Daar kijken we dus nu even naar. Wat zijn de specs van het ding? Deze telefoon heeft 16 gigabyte intern geheugen. Draait op een 1 gigahertz processor. Heeft een display met een resolutie van 800 bij 480 pixels. En een 5 megapixel camera. 5 megapixel camera, oké. Okay. En de adviesprijs geloof ik €549. En Windows 7 operating systeem. Vanaf oktober... Die zal vanaf week 43 beschikbaar zijn in de winkel. Ja, dus ergens 24 oktober of zoiets. Eerder dan in Amerika. Dit is de bekende look van, het operating systeem. Je hebt alles met een taal. En achter elk vakje, daar zit dan een hulpje. Dus er zitten allemaal dingetjes achter. Inderdaad. Zoals rechts bovenaan te zien is de People Hub. Op het moment dat je de People Hub open, krijg je alles te zien. Ja, krijg mensen. Ja. Dan kan ik een beetje door die mensen heen bladeren. Inderdaad. Hij voelt ook echt lekker snel. Het is duidelijk een snelle processor. En de font is mooi. Het is echt een beetje de Zoom interface van vroeger. Inderdaad, die bij de mediaspelers van Microsoft voorheen beschikbaar waren. Nou, dat is fantastisch. Er zit een contactenadressenboek in, maar wat is hier nou bijzonder aan? Dat naast de contacten ook alle Facebook-contacten gekoppeld kunnen worden. Dat is te zien bijvoorbeeld op het moment dat we hier bij alle contacten met een R. Onze Robert Webber, die kennen we nog wel, die... Kijk, zie je ook een feature van de telefoon. Hoe lang is het batterijenleven van deze? Hij heeft een 1500 mAh batterij erin zitten. En het scheelt afhankelijk van het gebruik hoe lang je ermee doet. Ja, maar kun je er wel een dag mee doen? Zeer zeker. Kijk, dus hier zie ik nu, dus als ik even hier naar het profiel ga en dan een beetje naar rechts, dan zie ik gewoon alle nieuwe updates die van Facebook tevoorschijn te komen. Inderdaad. Twitter doet hij nog niet, hè? Twitter zit er inderdaad op dit moment nog niet in, maar Microsoft zal ervoor zorgen dat op het moment dat het toestel in de markt te vinden is, dat er ook een Twitter-applicatie beschikbaar voor is. Alleen die Twitter-applicatie zit, voor zover ik weet, niet geïntegreerd in de People Hub. Ja, dus het is niet zo dat elke Twitter-update daarmee zitten. Oké, dan gaan we even terug naar een ander iets is. Hier hebben we Google. Je hebt natuurlijk een goede integratie van Gmail, Hotmail en allerlei andere zaken. Het voelt wel erg mooi. Als ik even kijk, ik heb net een mailtje gestuurd. Wat ik ook wel leuk vond. Dan heb je hier de attachments. 3 attachments. En dan kan ik eventjes zeggen van even een PowerPointje die ik hier tevoorschijn heb. Dat wordt nou even niet gedownload. Want dat hadden we al gedaan. Maar hier zie je dus gewoon een PowerPoint viewer. Met gewoon een mooie prima demo van het gebeuren. Ja, dus dat is in ieder geval het. Hij kan wel doc-files en Excel-files en PowerPoint-files. PDF doet hij nog niet, hè? Op dit moment inderdaad nog niet, maar dat is hetzelfde als Twitter. Voordat hij op de markt zal zijn, zal er ook vanuit Microsoft, voor zover ik weet, een PDF-reader beschikbaar zijn. Is de discussie, zijn die threaded? Dus houdt hij alle e-mailtjes bij elkaar die bij een bepaalde discussie horen? Voor zover ik weet, niet. Dus alles zit gewoon... Zeg maar hiërarchisch van de nieuwste zitten bovenaan en dat soort dingen. Kun je makkelijk in zoeken in e-mail? Ja, bij elke Windows Phone 7 telefoon zit een searchknop. Hier op de rechterkant te zien inderdaad. En op het moment dat je daarop zoekt, zoek je binnen de gehele... Dan pak ik even hier Vincent. Vincent. Hierbij een paar faaltjes, ja. Dus hij doet ook gewoon terwijl je aan het zoeken bent... Zie je dus gewoon ook alle V's tevoorschijn te komen. Ja. Oké, dus je kunt inderdaad makkelijk overal makkelijk in zoeken. En je kunt horizontaal en verticaal. Inderdaad. Oké, dus dat is de Gmail. Geen threaded discussies, maar wel gewoon wel makkelijk zoeken. En het ziet er mooi uit en hij bounced. Dus kijk, het zijn live tiles. Dus deze dingen die kunnen een beetje bewegen. Als er iets nieuws te zien is ergens, dan zie je dat. Dan vraagt hij om de aandacht. Inderdaad, bij de Gmail en bij de berichten geeft hij een melding op het moment dat je een e-mail of een sms hebt. En ook als je een gemist gesprek hebt of een voicemail. Okay, nou zien we hier dus muziek. Pauze. Pauze. Je hebt gewoon een... Oké, we zitten hier kijken naar een...
fantastisch Koreaanse entertainment. Maar goede videoviewer. En je kunt dus hier, die doet het niet verticaal. Hè? Dus hier kun je dan gewoon door de video's heen gaan. En de audio's. En zoals je hier te zien is, heb je twee schermpjes naast elkaar. Het is zelfs mogelijk om met onze Optimus 7 deze videoclip te streamen draadloos naar een televisie die het ook ondersteunt. En als hij 3D ondersteunt, plaatst hij deze twee beeldjes over elkaar heen. Ah ja, dit is een LG feature. Oké, we kunnen hem als videoplayer. Er zit ook in Amerika zit er een abonnement dat je onbeperkt, voor $15 kun je onbeperkt muziek doen. A la Spotify-achtige constructie, heeft Microsoft. Maar die zal in oktober nog niet op de markt. En dan is er nog geen Nederlandse store. Dat klopt inderdaad. In Nederland is de marketplace officieel niet ondersteund. Oké. En je hebt dan muziek en dan heb je gewoon zeg maar alle nieuwe muziek die erop zit. Wat je net hebt afgespeeld. Je hebt podcasten die erin zitten. Oh, synchroniseren, dat is aardig. Hoe werkt dat synchroniseren? Ik stopte net mijn USB-kabel erin, maar toen kreeg ik geen harde schijf. Inderdaad, de Windows Phone 7 telefoon heeft geen mass storage device. Wat betekent dat je heel simpel klik en slepen muziek op de telefoon kan zetten. Dat werkt dus niet. Dus je hebt gewoon een iTunes-achtig ding en dat heet de Zoom-applicatie. De Zoom-PC-applicatie inderdaad. En daarmee kan je ook heel snel en zelfs draadloos films, video's, foto's synchroniseren. Ja, de synchronisatie gaat wel van de PC naar de dingen via wifi, maar je kunt het niet gewoon slepen. Dus het is zeg maar, oké. Via die Zoom-applicatie kun je ook remote-app dingetjes doen. Hè? Wat kun je daarmee doen? Binnen de Zoom-applicatie die op de PC te vinden is, kan je je toestel remote locken op het moment dat je heel eventjes niet weet waar die ligt. Op het moment dat je zeker weet dat het toestel gestolen is bijvoorbeeld, kan je een remote wipe uitvoeren waarmee alle gegevens van het toestel afgehaald worden. Ook als je het toestel binnenshuis kwijt bent en weet dat hij ergens op de bank ligt bijvoorbeeld, dan kan je een beltoon laten afgaan, zelfs als je in de stille mode staat. Oké, dus dat is. Maar we zitten wel weer een nieuwe app moeten weer installeren. En dat wordt de Microsoft app. Dus wat dat betreft is Microsoft net zo eigenwijs als alles met iTunes, alles met Zoom. Oké, wat hebben we nog meer voor een ding? De browser, hoe goed is die? Dat is een browser die Microsoft zelf de browser Internet Explorer 7,5 noemt. Nou, hij zoomt gewoon netjes in. Deze heeft ook. Hier zit geen flash op. Hè? En het hele ding is geschreven in Silverlight. Of heeft als basis Silverlight. Maar Silverlight ondersteunt hij zelf niet. Hè? Dus je kunt niet omroep.nl of uitzending gemist kijken. Dat klopt inderdaad. Maar het is wel helemaal gebaseerd op Silverlight. Maar hij ondersteunt zelf nog geen Silverlight. Flash ondersteunt hij ook nog niet. En dat is nog niet duidelijk wat daarin zit. En voor de rest is het gewoon een nette Explorer browser. Is er al bekend wanneer Flash ondersteund wordt? Of wat, hebben ze uitspraak over gedaan? Nee. Toekomst, oké, prima. Ja, in de toekomst mogelijk. Nou ja, maar goed, in ieder geval, ik zie hier en hij, als je erop klikt, dan zoomt hij netjes in en hij voelt gewoon echt, ja, super mooi en professioneel. Je hebt multiple windows, hier heb je multiple windows, geloof ik, knopje, dus je kunt gewoon zeggen, nou, ik wil er eentje bij hebben. En dan pakken we nog eventjes marketing fix. Kijken of die dat onthoudt, ja. Marketing fix is een beetje een zware. Maar die is ook gewoon prima te zien. Alleen inderdaad geen flash objecten. Wat kan de browser nog meer wel of niet? Eigenlijk alles. Behalve flashlight. Behalve flash en silverlight. Ja. Dus ook copy-paste kan ook nog niet. Dat is ook een volgende ding. Maar het voelt echt. Hij voelt gewoon super snel en makkelijk. Dus kijk, wat hebben we dan nog meer voor appjes die hier op zitten? Heb je ook een Facebook app zelf? Die zal mogelijk, dat weet ik niet zeker, die zal mogelijk ook beschikbaar komen. Dan gaan we even naar Xbox Live. Wat is daar te melden? Dat is ook al veel over geweest. We hebben hier allemaal die Xbox Live integratie. Kunnen gewoon een briljante game doen. En dit wordt gewoon gesynchroniseerd met de Xbox. Inderdaad. Met de Xbox gebeuren. Hè? Is er nog een leuk appje, een leuk filmpje wat je hier, of een leuk spelletje wat een beetje wat meer interessanter uitziet dan dit? Het Star Wars spelletje is een iets spectaculairder spelletje. Maar tot op heden zijn de spelletjes die erbij zitten nog redelijk simpel. Mogelijk in de toekomst
Maar hij is wel gewoon gesynct met het platform. Je kunt gewoon zien wat je vrienden doen. Je kunt spelletjes spelen en de X. En daar worden dan ook de resultaten worden ook weer bij Xbox Live meegewerkt. Inderdaad. De achievements die je bij een Xbox Live spelletje hebt behaald, die worden gewoon bij je Xbox Live account eraan toegepast. Is het ding multitasking? Als ik midden in een game ben, kan ik dan weggaan naar de browser en weer terugkomen en gewoon resume drukken? Ja, inderdaad. Alleen om nou te zeggen dat die multitasking is, er is een beperkte vorm van multitasking aanwezig en zeer zeker in de applicaties van Microsoft zelf. Dus muziek luisteren en browsen tegelijk, dat is allemaal geen probleem. Nee, nee. En is dit een Microsoft applicatie, dit gamepje? Dus dit gamepje dat stopt gewoon op het moment dat dat je alt tab doet, maar je kun je wel weer gewoon terugkomen en dan weer doorgaan waar je was. Inderdaad, niet echt multitasking, hij wordt op de achtergrond wordt hij gefreezed. Ja. Oké, dus dat is de gaming platform. Nou, wat hebben we dan nog meer? We hebben e-mail gehad. We hebben messaging gehad, dus gewoon sms. Facebook zit dus zeg maar ingebakken in de contacten, die hadden we al gezien. Is er nog iets anders? De pictures. Er zitten echt wel prachtige. Wat wel bijzonder is, als ik hem uitzet. Zo, ik zet hem nu uit. En ik druk op het knopje wat hier zit. Aan de zijkant. Nee, zo hier. Oké, ja. Ik hou hem vast. 1, 2, 3, 4. En dan kan ik zeggen hop 1. Hop 2. Drap. Hij kan echt gewoon supersnel. Ik kan gewoon snel fotootjes nemen. En nu eventjes vasthouden. Ja. Ja. En dan kunnen we meteen. Dus hij is echt gewoon. Je hebt ook video's. Dus wat vooral voor opvalt bij de camera is dat hij heel snel activeert. En als je een knopje drukt, dan krijg je ook een foto. Nou, dat is heel bijzonder. Als je op een knop drukt, krijg je een foto. Maar bij de meeste mobiele operating systemen is dat nog gewoon 3 seconden wachten, 5 seconden wachten. Hier zie je het LG-team wat erachter zit van PR en van product managers en dat soort dingen. Hij is snel. En de camera kwaliteit is zeg maar 5 megapixel is gewoon goed. Oké, nog iets anders wat van dit operating systeem te maken. Hier hebben we zelf ook nog een paar dingen eraan toegevoegd als LG. Dat klopt inderdaad. Wij hebben 3 applicaties standaard geïnstalleerd op deze Optima 7. Dat is Panoramashot. Het lijkt me duidelijk wat daarmee mogelijk is. Meerdere foto's aan elkaar vastnaaien, zodat het één grote panoramafoto wordt. Dat is hier vrij moeilijk te demonstreren, maar als je op de Grand Canyon staat, is dat erg leuk. Het heeft geen zin. Nee, ik begrijp het. Ga door. Wat is de volgende app? ScanSearch. Met ScanSearch heb je een vorm van augmented reality. Hij weet op het moment waar wij zijn, met gebruik van GPS. Mm-hmm. En hij kan laten zien waar ik het best kan shoppen in een omgeving. Waar ik het beste kan shoppen, briljant. Nou, goed, oké. Je hebt een super applicatie. Is er nog iets leuks mee te doen behalve shoppen? Of, ik zie het. Ja. Als je naar boven gaat, zie je het weer. Inderdaad, is het weer te zien. En als ik hem naar beneden richt, dan krijg je de map te zien. 2D, oh dat is mooi. Dus augmented, een LG augmented, dat is een hele omgeving. Er zat nog een andere applicatie die ik wel aardig vond, dat was Play 2. Inderdaad. En wat is dat? De Play 2 applicatie is een applicatie waarmee muziek of filmpjes of foto's te streamen is, draadloos, naar een apparaat die het ook ondersteunt. Waardoor je bijvoorbeeld in 1080p filmpjes. Karsten. Je kunt heerlijk als je een foto pakt en die kun je dan zo omhoog swipen en dan komt die gewoon op je tv terecht. Dat vond ik echt dat vond ik erg leuk bij de IFA. Oké, dus dit is de eerste indruk van de telefoon. Het voelt professioneel, het voelt snel. Er zitten nog wat details, wat features, copy-paste zit er niet in. Sommige dingen kun je in landscape doen, sommige niet. De volgorde is nog niet helemaal logisch, maar het voelt echt als een next generation telefoon aan. En Guido, mag ik je hartelijk bedanken voor deze demo.